Trainingsvisie 5, Bert van Hunestein. Wat moet jij in een rollercoaster van gevoelens hebben gezeten afgelopen zaterdag als je zo'n eerste helft meemaakt en daarna een tweede helft? Dat is bijna niet te doen. Ja, nou, het ergste is ook nog dat we er zelf enorm debet aan waren natuurlijk. Inderdaad een redelijk tot goede eerste helft, waarin we in de tweede helft nog niet eens overlopen werden of zo. Maar Spakenburg en wij maakten erg veel fouten. En uiteindelijk winnen zij met 2-1 en dan zijn zij de terechte winnaar. Ik had het idee dat jullie in de eerste helft zo goed speelden dat Spakenburg er zenuwachtig van werd en daardoor heel veel foutieve passes gaven, waardoor wij echt kansen creëerden. Die heb ik bijna nooit gezien. Nee, we deden bijna alles goed. We hielden ze goed onder druk. De verdediging kon het bal alleen maar bijna wegroeien, om het zo maar te zeggen. Aanvallend hadden we slimme loopacties, waardoor hun verdedigers elke keer keuzes moesten maken. Nou, dan waren ze elke keer een stapje te laat. En ja, uiteindelijk moet je jezelf daarin belonen natuurlijk, want het kost ongelooflijk veel energie om zo te spelen. Ja, en dan maak je er maar één. En dat is niet goed. En dan kom je in de kleedkamer, in de rust. En dan zijn die spelers natuurlijk nog vol in die eerste helft van het gaat lekker, het gaat lekker. En wat zeg je in zo'n rust? Nou ja, voornamelijk even toch even de samenvatting van de eerste helft gegeven met ze. Kijken of we dezelfde wedstrijd gezien hebben, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk ga je erover praten van hoe ga je nou de tweede helft starten. En daar hebben we wat afspraken over gemaakt. En het was voornamelijk, had het zin om Spakenburg even uit te laten razen. Want we hadden verwachting dat ze meteen op jacht zouden gaan naar die 1-1. Maar goed, in de praktijk bleef dat uit. Alleen grossierden beide groepen op dat moment heel veel in foute passing. En daar gingen wij te veel in mee, vond ik. We liepen onvoldoende vrij en de linies kwamen erg ver uit elkaar te spelen, zeg maar. En daarmee verloren we ook de grip op de wedstrijd. Ja, en dan hoor je van Waalkens onder andere, hè, dat John de Wolf in de rust met name aangaf, de voorhoede van DVS verdedigt niet of nauwelijks mee. Dus daar ontstaat een gat, daar duiken we met z'n allen in. Ja, dat snap ik dat hij dat gezegd heeft. Aan de andere kant is het ook zo, de kwaliteit van onze jongens voorin, die zijn ook bekend. Dus op het moment dat we ze hoog kunnen laten spelen, dan halen we het hoogste rendement uit ze normaal gesproken. Nou ja, zaterdag was dat even niet zo, als je kijkt naar de kansen die we hebben gecreëerd. Maar goed, dan nog heb je nog heel veel jongens erachter de bal, om het zo maar te zeggen, die het verdedigend prima op kunnen lossen. En ik moet ook zeggen, Spakenburg heeft zich er ook niet doorheen gevoetbald. Als je kijkt naar de 1-1, die keeper raakt hem verkeerd. We verliezen 3 cruciale duels, dat wel. Ja, dan komen ze op een door een prima manier 1-1 natuurlijk, want die Ties die ziet dat wel op zo'n moment. Maar dan zijn we wel eventjes van slag en dan zie je wel de Spakenburg aanvoelt van hey, nu is het erop en erover. Ja, ben je dan niet echt kritisch op je voorhoede spelers dat ze niet genoeg mee verdedigden? Nou ja, wat ik ben of wat ik niet ben, dat bespreken we zo meteen in de nabespreking natuurlijk. Het gaat er vooral om hoe ze het zelf beleefd hebben. Hebben zij ook gezien dat er in sommige situaties van hun meer verwacht mocht worden? Aan de andere kant kun je ook zeggen, bij standaard situaties hebben we verdedigend regelmatig een Spakenburg-speler bij de bal gezien in plaats van een verdediger. Dus aanvallers wil ik vooral beoordelen op hun aanvallende acties en verdedigers op verdedigende acties. En daar moet het ook bij houden. Heb jij Daniel van Warffen nog gesproken over die zogenaamde schwalbe? Was het een schwalbe? Wat was dat? Was dat een penalty of niet? Ik heb begrepen dat het geen penalty was, nee. Dus het leek op een schwalbe? Nou, dat ook niet eens, want zo zit Daniel helemaal niet in elkaar. Dus die is er helemaal niet mee bezig. Maar op een of andere manier werd hij aangeraakt. Maar ook op dat moment hadden we inderdaad wel het verschil kunnen maken. Als je net wat agressiever in de bal gaat. En als je heel professioneel bent, dan val je daar op een mooie manier natuurlijk. Maar dat zit helemaal niet in Daniel. Spelers nog een beetje zelfkritisch ook na de wedstrijd? Jazeker, dat zijn ze zeker. En daar hebben we ook in de bus ook al over gesproken. Maar vanavond zullen we ook merken hoe kritisch ze zijn op zichzelf. En wij als technische staf natuurlijk ook op onszelf. Het is vreselijk lullig om te moeten constateren dat je 3 wedstrijden speelt. Eigenlijk 9 punten had moeten hebben en je hebt er maar 3. Ja, dat doet pijn als je naar de stand kijkt inderdaad. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Je weet ook hoe die krachten werken. Maar goed, afgelopen zaterdag toch weer gezien dat we tot veel in staat zijn. Ja, en dan kun je zeggen van ja, je moet wachten tot je die kansen wel gaat benutten. Maar dat vraagt wel een andere insteek van de jongens. Ik vond dat we te lang bezig waren met breien, om het zo maar te zeggen. Veel lopen met de bal. En dat was niet des DVS hoe we het kennen. Dus daar gaan we nog even hard aan werken deze week. Precies. Een van de supporters van DVS viel het op dat jullie weer naar het publiek gingen om het te bedanken. Ik weet dat jij dat graag wil. Hè. Dat heb je het met Joop ook over gehad, Joop Thomassen. Maar dat lukt nog niet helemaal hartstikke goed. Hè. Die klik is er nog niet echt.
Nee, ik denk dat we een heel dorstig publiek hebben. Die zoeken vrij snel de kantine op natuurlijk. En ik denk ook afgelopen zaterdag dat het publiek echt teleurgesteld was in het feit dat we verloren hebben. Niet zozeer in de groep, maar dat we verloren hebben. Dat je voelt van dit was een kans geweest om daar te winnen. En aan de andere kant verwacht ik van het publiek ook dat je dan juist blijft staan om je groep te bedanken voor toch een redelijke wedstrijd in die zin. En dan moet je die teleurstelling maar even van je afzetten. Onze jongens zouden erbij geholpen zijn. En we moeten dus, dat zei ik vorige week, ook nog beter onze best doen om het publiek te winnen voor ons. Dus moeten we zorgen dat we niet verliezen en zorgen dat we ze mooi voetbal geven. Precies. Nou krijg je zaterdag weer een andere tegenstander. Het wordt weer een thuiswedstrijd. Jij zegt alle thuiswedstrijden moeten we sowieso gewoon winnen. Dus zaterdag winnen we tegen Maghreb. Ja, dat kan niet anders. Als je mee wil doen in de top, dan hoor je van Maghreb hier thuis te winnen. En ja, sowieso. Thuis hoor je heer en meester te zijn. En dan kun je een keer tegen een nederlaag oplopen, maar die moet je zo lang mogelijk uitstellen. Okay. We wensen je hele goede voorbereiding op die wedstrijd tegen Maghreb, Bert. Gaat helemaal goed komen.